Oké, dames en heren. Drie levels, dames en heren. Nog drie levels, Hennis. Alleen, het wordt hel. Hel! En het muziek is niet zo goed als de vorige team. Ik denk het niet. Ja, meens. Is dat niet de baas die ik denk dat het is? Is dat de volgende level? Het is de volgende level volgens mij. In ieder geval, laten we de kerstbommer gebruiken om shit te doen. Ik denk dat je dat zo kan mogelijk bewaren, toch? Nee, het is de volgende level. Daarom. Ik zeg dat je nou genoeg energie hebt voor de volgende level. Ik, want ik heb het spel eerder verspeeld. Bless for me. Jij bent bless for me. Zegt fuck Louis. Wel, dus dan zijn we meteen het eens. Traps zijn gay. Traps zijn gay. Spikes, fight. Hier zijn de fucking spikes, overal. Wel, er is een voordeel. Je zit onder water, dus je sprong zijn erg hoog. Dat maakt niet uit. Nou ja, ze hebben dat natuurlijk zo gemaakt dat je sprongen klutjig zijn. Ik wil niet aan het. Geen zorgen, Jesse, wanneer je deze level hebt gedaan, ben je zo er vanaf. Je alleen nog maar niet op A drukken. Ik haat dit stukje, want ik kan niet goed bewegen en Megaman valt als een fucking steen. Ik heb geen fucking tijd om naar het links te bewegen. Kijk uit, want als je een beetje te veel beweegt, oh boy! Hoe erg allergisch is Megaman op spikes? Nog allergisch dan Metaman voor zijn eigen wapen. Ik begrijp dat alleen erin springen hij al ooit een keer explodeert, maar moet hij al niezen wanneer hij een spike ziet? Hij kost wanneer hij een spike ziet. Ik krijg bijna een hartaanval. Welke spel was dat waar ook een keer iemand in spel waar een crossover spel waar Mega Man en Zero waren en dan zie ze spikes en dat wordt helemaal gek. Ik weet niet waar dat was. Even hebben we de Guts Tank. Guts Man, lang niet gezien man. Waarom besta jij nog? Hij zwakt tegen de Quick Boomerang. Moet ze hoofd raken. Zie je precies er. Ik haat dat zo erg, waarom doen mensen dat? Dat? Dit? Lijkt de witte scherm. Het is wat van de zak weer. Is het Niscar, het is voor kids censoring money, weet je? Weet je hoe ze wanneer dan vuist gooit dat ze dan een witte flash erbij gooien? Ja. Dat. Ach, godverdomme. Maakt het voor kids. Samen met de normaal mode is dat erbij gegooid. Deze level zelf is makkelijker dan het lijkt, om eerlijk te zijn. Ik ben nooit dood gegaan in deze level. Maar de baas is bullshit! De eerste keer, heb je gefaald? Oh, het maakt niet uit! Hoeveel je bespaart! Je gaat dood! Want je kan hem niet verslaan met één crash, met één volle crash ding. Dat is onmogelijk. Wat? Wat dan kan dat toch? Nee, het kan niet! Je hebt niet genoeg om de deuren te vernietigen en de dingen. Best al een deur, ik moet dat even zelf zien. Bullshit. Misschien niet, maar dan moet je veel fucking meer werk doen. Het is bullshit. Wel, Jesse, dan misschien moet je dan veel meer werk ervoor doen. Oh, en dit is blijkbaar Castlevania. Er zijn bottomless, onzichtbare pits. Die kan je alleen zien als je de bubbel link gooit. Dat is de Castlevania. Zou het echt willen staan aan bottomless pits als er dan spikes? Dit is niet Kaizo Mega Man, Jesse. Is het zeker? Dat is Mega Man en Base. Ah, heel bottomless pit! En dan val je op die. Oh, ja. Je vindt het op die vijand. Nee, wat een geluk.
Volgens mij kan de 60 frames de Mega Man niet aan, dus wat zullen we eraan doen? Het renderen op 30 frames. Blasphemy! Oké, dat is volgens mij moeilijk voor jou dan 10 frames. Heresy! Oké. Ik wil niet lager dan 60 frames gaan. Oké, ik begrijp je. 120 frames. Laat het daar, de basis. Nou praten we. In ieder geval. We zijn denk ik dat het een stukje moeilijker kan zijn, maar nee, het is echt best wel makkelijk. Misschien dit. Want ik ben hier nooit dood gegaan. Geen enkele playthrough. Ik heb alleen maar een beetje dit al en een beetje. Het kan een beetje saai zijn. Het kan dan ook een beetje tent zijn wanneer je het zelf spelt, dus iedereen is om naar te kijken. Ja. Yeah. Ik heb hier niet veel over te zeggen. Like, het springt gewoon op dat ding op de juiste tijd. Die wacht. Het springt er vanaf op de juiste tijd. En alles. Klim je omlaag, dan wacht je weer tot een ander platform komt. Dan gebruik je met op Blaze om deze dingen te verslaan. Fucking! Leven! Why? Why do you hate me? By the way, tijdens het kruinen heb ik nog 2 levens van hun gekregen. Het fucking eindigt nooit. Zoveel extra shit, Ennis. En je kan ze niet pakken. Ze hebben de drop rate blijkbaar verlaagd in de difficulty mode, maar ik merk het niet. Echt. Nee, jij krijgt eerst meer. Ja, ik krijg fucking meer levens, what the fuck. Wat voor Game Shock heb je erin gedaan, Jesse? Bullshit main character plot armor. Ish. Is er gewoon Pink gebruikt, nummer 3 of zo gebruikt, nummer 2. Nummer 2. Ik moet nog niet naar de wc, Ennis. Streek eroverheen. Speel je tijd niet. Weg een keer. Ah, die motherfucker. Hoor, Rome Mitchell heeft hem kunnen verslaan. Zonder geraakt te worden. Beschermt de Leaf Shield je niet voor dat? Nee. Hij deed een buster run om die Ennis. God. Perfect run. Buster run only zonder ooit geraakt te worden. Hij houdt ook wel zijn perfect runs ook nog. Perfectionist. Nou, tenminste is het de manier om je originaliteit te laten zien. Ja. Hij wil een uitdaging hebben. Dat is waarom hij een No Evolution run met Emerald had gedaan. Dat is je eerste fout. Je verspilt die crashbom aan dat. Maakt niet uit! Waarom is de crash met de enige waarvoor hun werkt? Dat begrijp ik best. Maar dan maak jij je eerste fout van dat. Wat de fuck ben je aan het doen? Maar als ik dit doe, dan gaan de schoten door me heen. Cheater. Ik kan me niks schelen, fuck deze baas. Kijk hoe snel die aanvallen gaan, hoe kan ik dat ontwijken? Ik moest ermee nog sinds het begin gebruiken om dan niet die eerste dirtstep te maken. Dat maakt niet uit! Dat excuseert niks! Ja, dat is het af van mijn showtomheid. Maar deze baas hoort niet te bestaan. Wel, ik heb niet genoeg meer om deze twee baas te verslaan, kan ik net zo gaan eruit gaan! Deur aan het steken, zet dat van de deur. Oh. Net genoeg moeten hebben. Maakt niet uit, excuseert deze bullshit niet. Respannen deze baas of is het dat? Nee, dat. Ja, dat. Oké, de deur. Volgens mij. De deur is respawnen niet, alleen de baas. Dat is bullshit! Wat je kan doen is like, dan grind je voor die andere dingen. En maak alle deur gewoon kapot. Zoveel gekrijntennis dat ik eruit heb geknipt. Dan zit je maar lekker te cheaten.
Pak deze baas. Deze baas is dood. Zoals nu. Het bracht branden in het vuur. Ja, we vermoorden deze baas. Deze baas moet geslacht worden. Deze baas hoeft niet eens te bestaan. En nu dan de ding is dat de crash pond like, is verwacht tot je explodeert. Ja, dan kun je niet op pauze zetten of zoiets. Ja! We hebben uiteindelijk die fucking shit verslagen. En dus ben je klaar voor de bosrus? Nee, niet echt. Oh. Oh, je scrub. Ja, dit is eigenlijk de eerste keer dat we een bosrus hebben gedaan in een make-up spel. Want als je in de eerste spel altijd niet. Ja, oh, soort van. Nee? Alle paasen nee. Kwamen wel terug in het eerste spel. Nee. Nee, ik kan niet. Ah, die manier ga je doen. Dan met twee keer te raken, het is... Daar gaan we. Oh, dat is niet. Het is gemaakt door dezelfde mensen die van Pushman zijn eerste opening hebben gedaan. Ja, ik weet het. Dus we doen ook de tweede opening, volgens mij. Awesome. Yes! Ja, dat duurde me een tijdje, by the way. Elke part duurde me 1 uur om te bewerken, of ongeveer. Is. Volgens mij zijn de bazen ook moeilijker in deze versie. Ik zweer het, ik heb veel meer moeite met deze bazen dit dan normaal. Nou, het is ook difficult mode, Jesse. Ja, maar laten we dan ook de... Like, de originele baasgevechten zijn makkelijker, voel ik. Hmm. Kijk, de Bubbleman, hij leeft langer. Doe je niet 3 tijd? Doe je 3 met een Metal Bates voor Dink Metal Man? Hmm. Oh, daar was gewoon expres die ene liefde, ergens niet tijd dat ze. Ik ben een beetje stil, want de muziek is geweldig. Maar je hoort niet, je moet niet van Flashman verliezen, hij loopt alleen maar links en rechts. En dan gebruik ik Flashman zelf de time stop, dan bewerk ik die zijn beholder erbij. Dat in plaats van Bios en Jotaro. Holy... Oh, hij springt ook soms. Soms springt hij. Kijk, hij start platinum en ik heb Sabanadol, dat is het ding. De ene moet nog volledig groeien en de andere is al gegroeid. Laten we Erwin uiteindelijk verslaan. De moeilijkste baas in alle spellen ooit. Ik weet niet hoor, je gaat nog steeds dood. Kom op, hè. Weet je, het is raar, want in het normale spel kun je de liefjes gewoon door laten gaan, maar in dit spel, als je de liefjes gebruikt tegen Ermin, dan gaat het gewoon weg. Wist ik eerst niet. Fijn, ja. Het lukte. Het lukte, het lukte. Ah, nee, dat is met die goede stuk ook. Ah! Cool, je laat nog verder spelen. Ik laat het einde spelen, Ennis. Ik ga dood aan de laatste specific cap, Death Count van 51. Ah, dat is wel erg. Ik ben 51 keer dood gegaan, Ennis. Nee, nog niet zo erg. Dat is nog niet slechts los levels, nee.
deze baas Metal Blade werken niet op hem. Wat? Ja, wat dus voor heresy is dit? Ze moeten hem op de zwarte ding raken, de raam. Het is gestoord. En no. Wisdom is echt de baas ooit. Oh kijk, het was Dr. Wily al die tijd. Wie had dat verwacht? Dat het steeds verwacht. En dat niemand geloofde hem. Was niet de quick Het is een mooie boomerang. Tijd om de e-tanks te gebruiken. Was niet de quick boomerang zijn zwakte? Goeie vraag, Hennis. Eigenlijk, volgens mij niet. Kijk, mensen kunnen de quick boomerang gebruiken, het is niet onhandig, maar voor mij is het zwak tegen de crashwapen, maar wat heb ik niet. Ik vraag me af waarom. Ja, wonder why. Het is alsof we fucking baas hadden dat ik alleen maar de crashwapen kon gebruiken. Ah, mijn ogen! Maar dat is niet de laatste baas. Wat? Nee, we moeten naar zijn donkere grot gaan. Wat gaan we daar vinden? Emerald Weapon? Wie weet. Wie weet wat we gaan vinden, Hennis. We gaan veel vinden. We gaan heel veel vinden nu. We gaan heel erg veel vinden nu. Al deze drups, Hennis. Wordt niet door geraakt, dat is best wel veel schade. De framerate, het beste framerate ook nog. Ja, dat is de echte ding, het vernekt de framerate. Kijk dan. Het is kort van mijn HP. Nee, het is minder kort, 2/3. Waar is de sound voor de deur? Zerra. Oh. Oh, zie je Dr. Wily was er eigenlijk in al die tijd? Het was altijd Jonathan McIntosh. Holy shit. God, en alleen de bubbeler is zwak tegen. Alleen de bubbel shooting wapen is zwak tegen hem. Is goed tegen hem. Nee, alleen dat kan niet door de dood gaan. Wat? Ja, je kan alleen maar slaan met bubbels. Wat? Dit is de meest zieligste baas ooit. En ik ging nog steeds dood aan. In dit verkomt die motie wel moeilijk om te vermoorden. Like, hij heeft veel meer HP, dus het gevecht duurt ook een beetje langer. En het doet veel meer schade. En dus ik begrijp dat ik idioot aan het doen ben. Hoef je niet je kop ervan weg te gooien? Ik kan mijn kop treffen. Ja, want je doet het hele gevecht. Gewoon. Loop langs en spring. Dit is de meest epic achtergrond ooit, denk ik. We zitten gewoon in de sterren te vechten terwijl we nog rond zitten. Maar we zitten in een ruimte, vecht tegen aliens nu, Hennis. Dit noemen we ook al Mega Man in Space. De vervolg van Juice in Space. Oh, godverdomme. Dus is dit eigenlijk een nazi? Ja. En Mega Man is gemaakt door Joden. Wie had dat verwacht? Wat een plot twist. Het was altijd uit een Jood. Wat een plot twist. Ik ben... Ik dacht ook waarom hij nog steeds bestaat. Sinds bij Mega Man X. Hij heeft gewoon de joodkracht om zichzelf onsterfelijk te maken. Hoe is dat gebeurd? Oh, het was nep. Er waren geen joden. De nazi's hadden hun opgepakt. Stel je klootzakken! Motherfuckers! En dus het is tijd voor Wereldoorlog 3. We vermoorden elke nazi die we zien. Wij zijn toch nazi's? Nee. Dat mensen zeggen dat het nazi's zijn. Toch? Nee, een nazi is een nazi, die moet vermoorden. Kan je me een voorbeeld noemen als van een nazi? Iemand die de joden wil vergassen. Dat is moeilijk te vinden. Bij de mensen bij de badkuip kijken. Nou, ze zijn ook moeilijk te vinden, we hebben al de Tweede Wereldoorlog gehad. Wel, we kunnen ze vinden, we hoeven alleen maar naar de badkuip te kijken. Misschien vinden we een like.
Ik vind het alleen maar... Ik heb een verrassing voor je. Klik op de knop. Ik weet niet wat dat betekent, ook. Waarom heeft Beckman twee zo'n zielige achtergrond? Lijkt zo'n zielige einde. En dit Wily ontsnappen zonder de touwmagie. Dit is gay. Trolls. Hij is een trap. Nou, wat is het hele punt van dit eigenlijk? Like... Wat de fuck gebeurde daar? Ik weet niet wat er gebeurde met deze playthrough. Weet je wat? De reden waarom dit zo droevig is, omdat hij merkt hoe slecht de framenet en alles is. Dus, meningen. Ennis, wat is jouw mening? Het spel ziet er leuk uit, moeilijk. De framerate ziet er geweldig uit. Dus de scene. De soundtrack is leuk. Ja, de soundtrack is geweldig daarmee. En voor de rest, ik ben meer fan van Battle Network, dus zin. Oh, ik ben ook meer fan van Battle Network, maar... Dit geeft me interesse in het klassieke spel dan toen ik Power Tuff speelde. Like, ik kreeg veel meer energie toen ik door dit heen ging. Ik vraag me af hoe je dat gaat voelen wanneer 4 en 5 gaat spelen. Maar ik was best wel excited door dit hele spel. De bazen waren veel leuker, de levels waren veel meer interessant. De muziek was geweldig. Like, de graphics waren... flikkering. Het was niet tijd gemaakt, maar het is SNES tijd dus. En dat sommige goede dingen, zoals die achtergrond bij het begin. Ja. Ik ben verbaasd dat dit gemaakt is door mensen uit met een vrije tijd en met hun eigen geld. Wie had gedacht dat dit al doordat gewoon dit de meest populaire Capcom ding werd? En sindsdien hebben ze Mega Man gemeld. Zoals een koe. Dan echt zo, ja. Kijk je in de counter van Capcom en zie je daar een koe met een Mega Man helm op. Oh, ik wilde meer Mega Man helm nog steeds, maar ja, dat gaan we ook. We krijgen nu alleen maar fan games dat niet echt Mega Man is, maar ook geïnspireerd is. Het was 20XX. Neem het op Steam, het is geweldig. Heb je die gespeeld of is het dat? Nee, nog niet, maar het is wel leuk. Misschien zullen we het een keer gewoon voor de lols gewoon samen doen voor de kanaal. Waarom niet? Thank you for playing. Send it by Capcom USA. 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 America, fuck yeah. Comics Intercept, motherfucking day, yeah. America, fuck yeah. Build it communist every day, yeah.